KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Ja, welkom dames en heren bij vandaag de wedstrijd Zwolle-Roda JC. Bob van Uden tegen Tom Heijnen. En we kijken hier naar het team allereerst van Roda JC van Tom Heijnen. We zien daar ongelooflijk veel icons. We zien daar Ronaldinho, die heeft al vaak gespeeld en veel doelpunten gemaakt. Cristiano Ronaldo, ja, je kent ze wel. Wat een team. Hier het team van Bob. Ook niet mis hoor, ook niet mis. Drie icons, Ruud Gullit, ook Cristiano Ronaldo, Messi daar. Dit belooft een ongelooflijke pot te worden. En ik ben hier vandaag niet alleen. Ik ben hier vandaag met FC Rouli Raoul. Welkom. Ja, dankjewel. Wat een pot zeg. Wat een pot. Dat is niet normaal, hè? Ik denk dat er heel veel doelpunten gaan vallen. Ja, we hebben namelijk een leuk feitje net te horen gekregen. Ja. Dat dit de twee meest doelpuntmakende spelers tot nu toe van de E-divisie zijn. Ja, de twee meest scorende spelers. Ja. Allebei 12 doelpunten op hun naam. 12 in 3 wedstrijden. Gemiddeld 4 per pot. Ja, en dat zijn zeker geen verkeerde uitslagen. Even een headsetje eruit. Zag je het? Zo. Oh. Er is geen microfoon die je kunt gebruiken. Is niet normaal. Nee. Okay. Er is alleen inderdaad geen microfoon, want de microfoontjes die zij hebben, dat is voor het commentaar, dat krijgen wij natuurlijk ook Klopt. In onze koptelefoon te horen. Maar goed, twee aanvallende teams. Zeker. De ene staat wat hoger dan de andere, want Bob heeft 3 tegendoelpunten meer. En je weet natuurlijk dat als dat het geval is... Dat je ook minder punten hebt. Dat je ook minder punten hebt. Kijk, Roda je bent scherp vandaag, hoe voelt aan je? Ja, we gaan allemaal clichés en opvallende dingen eruit gooien. Hey, de bal is rond. Het gras is groen. Elke helft is niet hetzelfde. Elke helft is anders. Beste verdediging is de aanval. Ja. En dat merken we dus bij deze partij. Roda staat op dit moment 4e met 6 punten. Dat is 3 punten achter koploper ADO Den Haag. Maar die komt natuurlijk ook in deze speelronde in actie. En Bob die heeft een paar puntjes meer. Minder bedoel ik. Die heeft 4 punten. Die heeft een keertje gewonnen, een keertje gelijk. Oh, je komt Roda meteen. Oh, goed. En een keertje verloren. Ja, ik ben fan van Tom, moet ik zeggen. Ik moet objectief zijn, maar toch als ik een voorkeur zou hebben, zou het... Holmes en Tom zijn. Ja. Nou, ik ben zeker heel benieuwd naar Bob van Uden. En dat komt eigenlijk omdat hij dus vorig jaar zo ontzettend lekker begonnen is. En ook dit seizoen in de Weekend League op FIFA buiten opnames echt heel knap eigenlijk in de E-divisie een beetje tegenvallend, hè? Volgens mij heeft hij al 3 keer 40-0 gehaald in de Weekend League. Ja, bizar hoor. Zou dat het beste zijn van alle E-divisie spelers hier? Ik denk, er zullen ongetwijfeld nog spelers zijn die ook wel eens 40-0 hebben gehaald. Dit is wel heel veel. In zoveel, geen idee. Er wordt hier gepasseerd door Bob. Ik vraag me af, had Correa in de spits net van Atletico Madrid of hij die er al uit gehoord. Heeft gehaald inmiddels? Ja, gaat hij nu misschien doen. 13 minuten is wel lang, hè? Ja, nee, die staat er nog in. Ja, dan komt hij dus een beetje later achter dat hij die er nog in had staan. Ja, of Tom houdt gewoon heel lang de bal in de ploeg. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Misschien hebben we met elkaar te maken. Misschien is dat het wel. Gaan we even kijken, want Tom heeft hier inderdaad heel veel icons lopen. En allereerst Ronaldinho die natuurlijk ongelooflijk... Daar is hij! Ronaldo. Ja. Was dat Ronaldo of Vieira? Vieira. Ongekend. Ja, even kijken, wat gaat hier gebeuren? Hij was al een keertje van formatie gewisseld dus. Want hij speelde 4-4-2. En dat speelde hij niet op het startscherm. Op het startscherm speelde hij 4-3-2-1. Zo. Dus gelijk in de 14 minuten al een tactische wijziging. Ja. 4-2-2, dat is altijd heel gunstig om de bal vast te houden. Dat speelt Roda volgens mij ook. En dat is ook wat Ali speelt. En dat zijn toch wel de teams die aanvallend het mooiste voetbal spelen. Mm. Eens. En wat denk je dat er gebeurt als je deze twee formaties lijnrecht tegenover elkaar zet? Nou ja, wat er gewoon gaat gebeuren. Kijk, die ruit op het middenveld is heel erg belangrijk. Ja. Op dat moment kun je de bal heel goed vasthouden in de ploeg. Je hebt altijd een optie om naar te spelen. Mm-hmm. Maar het zorgt er wel voor dat het spel wat minder breed wordt. Ja. En dan gaat het eigenlijk om welke spelers de e-sporters hebben die het beste en het sterkste aan de bal zijn om dan toch een beetje breed te gaan spelen. Kijk, Pogba en Gullit zijn heel lekker. Zijn heel goed aan de bal. Ja. Heel erg sterk. Ja, ja. Kunnen dus ook iets langer de bal vasthouden. En dat is het belangrijkste. En hoe gaat de invloed zijn van bijvoorbeeld, ik zag in het team van Bob, zag ik Walker op rechtsback en Alexandro. Natuurlijk heel aanvallend ingestelde backs. Als je dat gebrek aan vleugels hebt, zijn dat spelers die dan dat kunnen invullen, denk je? Nou, ik denk zeker dat het helemaal goed moet komen. Alexandro. Jij bent vooral voorstander van die backs een beetje achterhouden. Ik hou altijd mijn backs achter. En dat komt omdat Kyle Walker en Alexandro allebei hoog aanvallen. Het eerste doelpunt van Roda. Vroeg hoor. Ja, we mochten het verwachten. De meest scorende spelers. Ja. We hopen op een doelpunt. Een hele goede kans. Matig verdedigd van Bob. Een beetje ongelukkig. Dit is echt pech over Bob. Twee spelers. Hij maakt een sliding en hij gaat gewoon door die beentjes heen. Ja. En vervolgens ook nog door de benen van die gast die erachter stond. Ja, dan moet je Ronaldo niet zoveel ruimte geven. Want dat kan is sowieso dat niet aan te raden. Goed. Het is een goede speler, die kan wel wat. Ja, klopt. Misschien een leuke toevoeging voor een Eredivisieclub in het echt. Ja, probeer hem eens te contacteren. Ja, maar wat ik wilde zeggen, waar ik natuurlijk mee bezig was, is dat... ga verder. Ik hang aan je lippen. Ja, waar was ik eigenlijk mee bezig? Je was bezig met die ruit op het middenveld. Nee, ik was bezig met de backs. En toen kwam in één keer die goal. Zo, even van me apropos. Kan gebeuren. Ja, Kyle Walker en Alexandro hebben allebei hoog aanvallend werktempo. Precies. Dus dat betekent dat zij van nature al mee naar voren gaan. Alexandro heeft ook hoog, zeg maar,
defensief tempo. Die heeft heel hoog dus. Ja. Dus die blijft ook iets meer achter. Maar met die instructies doen ze dat sowieso. Compenseren ze heel erg. Ze gaan sowieso om in de voren tijdens een aanval. En dat is iets wat FIFA ook doet. Als jij de bal lang in je team houdt en je merkt dat je niet echt een aanvallende optie hebt, dan gaat de computer zelf denken, oké, het lukt niet. Niet genoeg spelers voorin, niet genoeg aanspelmogelijkheden. Laat ik de backs naar voren sturen. Nou, ze hebben het hier over die verdedigers. Ik zie daar die verdediging van Tom Heijnen, zie ik daar Roberto Carlos, Maldini. Dat is dan niet normaal. Hoe kan je daar tegen scoren? Volgens mij wel goede spelers. Ja, die kunnen wel van, ja. Hier Roberto Carlos. Ja, die heeft die Messi gewoon in de broek zo zitten. Oh, is. Wat gebeurt hier dan? Ik weet niet of ik zelf Roberto Carlos zou gaan kopen. Kijk, geweldige speler. Ja. Maar ik denk niet dat hij heel veel minder is dan Alexandro. Kolasinac lijkt me ook een goede speler. Ja hoor. Arsenal? Ja, Arsenal-speler? Ja, weet ik niet. Nee, goed. Met een Arsenal-speler in team heb je wel een grotere kans om vierde te worden. En dat is alsnog hoger dan wat Bob nu staat. Ik denk dat als je in de fase zit waarin je Roberto Carlos koopt, dat het ook wel meer gewoon een hebben dingetje is en een beetje een status dingetje. Hij kan wel de El Tornado. Er zijn maar vier spelers in het spel die de El Tornado kunnen. Dat mochten is een we apart zien trucje. Vandaag? Ronaldo kan hem. Ja. Griezmann kan hem. Ronaldo Cristiano of Lima? Cristiano. Oké. Okay. Dele Alli kan hem. Dele Alli? Ja, en Roberto Carlos. Waarom kan Dele Alli hem? Omdat dat een van de spelers is die een contract heeft met met EA. All about the money. Net zoals Cristiano Ronaldo natuurlijk. Okay. Die een hele grote kans heeft hier weer. Jongen. En ja, hij valt er zelf achterover van. En dan kan je blessures van krijgen. Dat zou ik niet meer doen als ik hem was. Dat is een beetje dom. Heel onprofessioneel. Ja. Laat je team mee in de steek als dat gebeurt. Ja. Hoort mijn fan niet uit. Hier komt Mbappé. Ja, Mbappé. Ja, heel veel mensen gebruiken hem, hè. Ik weet niet het is een speler die rond 150.000 munt is. En dat is natuurlijk wel met een reden. Heel veel trucjes hier van pek. En het gaat bijna goed tot aan de laatste man. Ja. Maar goed, de Mbappé net goedkoop. Maar is de Eredivisie een platform waar als je tegen mensen als Maldini of Roberto Carlos staat om dan Mbappé te gebruiken? Nou, ik zou je zeggen dat Tony Kok in een wedstrijd tegen PSV volgens mij 3 keer met Mbappé heeft gescoord. Ja, nee, dat heb je. En dat was een hele belangrijke wedstrijd. Ja, dus top wel. Als je het aan Tony zou vragen, dan... Die zegt van wel. Ja. Die is het niet met je eens. Nee, oké. Okay. En voor de rest, ja. Wie heeft er hier meer verstand van? Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar dan gaan we trouwens wel nodig. Okay. Ik zal Tony even aanspreken en zeggen, weet je wat, die Mbappé, dat kan echt niet meer, man. Nee. Je moet wel als individu zijn een stokje versteken. Ja, nee, klopt. Meens. Ik vind ook dat je daar als host van het toernooi ook reglementair moet intreden. En gewoon puntvermindering moet... Maar goed, wie ben ik om dat daar, zijn zorgen voor later. Ja. We gaan hier door met die verdediging Rio Ferdinand zie ik ook nog lopen. Het is ongekend, hoor. Heeft hij nou alleen maar icons? Alleen maar, voor mij 3 icons en Walker heeft hij daar. Ja, want to watch Walker. Dat ook mag geen verkeerde spelen. Ook een soort icon. Ja, inmiddels wel. Voor het spel wel. Die, zoals het eruit ziet, gewoon een team of the season gaat krijgen. Zeker. We hebben hier trouwens alleen maar over die verdedigers. En heeft ook een beetje te maken met dat we sinds die 1-0 niet veel meer hebben gezien aanvallend. Nee, het is op dit moment zitten ze niet op een streven doelpunten saldo. Nee, die 4 per wedstrijd, dat zouden het er nu 8 moeten worden in de pot. Dat zie ik niet meer gebeuren. Nou, we hebben wel een grote kans voor Modric. Ja, Modric! Die hangt. 0-2. Luka Modric, geweldige speler, zien we ook niet heel vaak. Die zien we niet veel, dat is een hidden gem. Met zijn linker, heel veel straf in de kruising kan je hem niet meer doen. Een winkelhaak je meegepakt, tuurlijk, lekker man. Het is jammer dat er geen winkelhaak zit in FIFA trouwens. Hoe lekker zou het zijn als die winkelhaak gewoon... Zalig, zeg. Joe. Bijna nog een kans. Ja, het is heel erg zuur voor Bob. Maar je ziet hier met een blikje werken schoten. Op het publiek. Ja, die verdediging van Tom, hè. Jongen, alles pot en pot dicht. Ja, geweldig. Tom, die ook gewoon echt... Zag die wissels? Heel erg meedoet met de top. Ja. En dat is wel zo. Ja. Die Tom, die wordt misschien een beetje van tevoren een beetje tekort genomen. Nou ja, ik blijf het zeggen hoor. Tom, hou hem in de gaten. Dit is een hele grote speler. Ja, is een van jouw favoriete titelkandidaten. Ja, zeker. Ja, maar ook het punt bij hem is, ik heb het al vaak aangehaald, dat hij kan zo ongelooflijk puur in die focus zitten. En los daarvan ook gewoon een hele sociale jongen zijn. Ja. Dat vind ik mooi. Dat is leuk, omdat hij een e-sporter. Heeft natuurlijk, we hebben het al even van tevoren over gehad. Hij heeft gewonnen van Tony met 0-5. Ja, klasse. Van Feyenoord met 5-3. Ja. Wel verloren van Excelsior. Dus daardoor staat hij vierde. Ja. Draait nog wel mee met de top. Dat was een bizarre wedstrijd, hoor. Hij stond 2-0 voor tegen Excelsior. Alles ging heerlijk. En toen vervolgens 3 condoren. Ja, maar ja, het is voor Tom is dat heel lastig. Want helemaal dat puntenverlies tegen Excelsior toch al redelijk vroeg. Ja. Wanneer kandidaten... Excelsior is een directe kandidaat. Die stelt nu, staat nu zelfs boven Tom. Ja. En ook Mitchell Denkers, die blijft gewoon winnen. Ja, je ziet wel dat eigenlijk iedereen... Ja, behalve Mitchell dan tot nu toe na 3 rondes... Iedereen wel puntenverlies leidt. Het is veel minder wat je bijvoorbeeld Dani had vorig jaar. Ja. Dat zie je dit jaar helemaal niet. Dat gaat niet gebeuren. Het is gewoon ontzettend spannend. Nee. En iedereen wint van iedereen. Ik kan je vertellen, met alle respect voor Mitchell... Die gaat niet elke wedstrijd winnen dit seizoen. Nee. Kijk, wat het is, dat lijkt mij ook heel sterk. Lijkt me überhaupt onmogelijk. Van tevoren leek het me al onmogelijk om elke wedstrijd te gaan winnen. Ja. Net zoals Dani dus. Of in ieder geval niet te gaan verliezen. Mm-hmm.
Het is knap wat Mitchell doet. Helemaal met het team dat hij heeft. Het zeker niet slecht is, daar niet van. Maar in vergelijking met dat van bijvoorbeeld met Roda en Van Pek, dan is het toch minder. En dit is de 0-3. Ja, dit is ook een heerlijk uitgespeeld doelpunt. Tom speelt... Ronaldinho, toch? Ronaldinho, ja. Aldinho. Echt dat doel op Aldinho. Ja. Het is jammer dat... Albino. Weet je wat nou leuk zou zijn? Wat zou leuk zijn? Vertel. Ongetwijfeld al gemaakt zijn. Mm-hmm. Als Rome al volgend jaar, of volgend de seizoenshelft... volgend jaar is 2018 alweer. Ja. Het gaat hard. Met taartvliegtjes is het leuker. Ja, als hij uitkomt op Xbox en dat hij dan Ronaldinho heeft. Zou leuk zijn, Ronaldinho. Ronaldinho dan gewoon. Ik weet dat hij heel flauw is. Ik hoop dat mensen niet direct de video gaan wegklikken. Nou, ik zou ze niet kwalijk nemen. Televisie uitzetten of mensen, ik ondersteun deze grappen niet. Onthoud dat. Nee, het is mijn ghostwriter. Is dat, Ik zal Bas vertellen dat hij voortaan met betere grappen moet komen. Ja, dat wordt moeilijk. Dit is een grote kans van Pek. Ja. 1-3. Aansluitingstreffer. Het wordt zomaar weer spannend. Het kan gewoon nog steeds. Doen we de Verstijn. Heb je nu op de helft van de doelpunten die we verwachten? Ja, kijk, dat gaat al een stuk harder dan die eerste helft. Mooi binnengehouden. Ik had misschien nog zelfs een balrolletje verwacht om Walker heen, maar het... Tot die Mbappé. Jongen, de mond gesnoerd. En bedankt, Bob. Toppie. Ja. Ultra aanvallend van Pek. Misschien toch wel een beetje vroeg risico genomen. Het is op het moment niet heel veel spelers zien. We zien bij Ali bijvoorbeeld, dat op het moment dat hij 0-3 achter staat, dat hij gewoon nog steeds hetzelfde spelletje blijft spelen. Heel afwachtend. Maar goed, wat je hier wel ziet, kijk, hij heeft natuurlijk... De ruststand was 0 schoten voor Bob. Ja. Dus er moet echt wat veranderen. Ja. En Tom is een speler die het zo ongelooflijk goed dicht kan houden achterin. Zeker omdat hij natuurlijk ook Maldini en Ferdinand en Roberto Carlos allemaal heeft. Ja. Dus je moet wel iets gaan veranderen. Oei. Ja, en ik moet zeggen, sinds dat moment heeft Bob nu toch wel de bal en kans ook. Ja, maar er staan zoveel mensen. Natuurlijk wel. Maar kijk hier, dit is ook gewoon topverdedigd van Roberto Carlos. Nou, pas ook met het uitverdedigen, dat, het gaat net goed, maar het lukt wel. Het lukt wel. Nou, oppassen voor die counter. Ja, dan gaat Ronaldinho rent er ook weer. Ja. Je moet, elke speler bij top in zijn team is ook gewoon levensgevaarlijk. Ja. Maar dat is ook het lekkere. Dat je elke middenvelder, elke aanvaller bizar, die je hebt... en zelfs je backs zijn in staat om een doelpuntje af te maken. Bizar, als dan gaat uiteindelijk weer. Daarheen Ronaldinho, gaan. Zie daar. Komt hij aan? Oei. Oeh. Misschien een voorzetje was beter geweest. Hoewel, maakt niet uit, hè. Oh, met een Rabona. Oh, even kappen nog. Wat doe je dat? Oei, oei, oei. Hij wil niet nodig, denk ik. Verwennen, hoor. Ja, hij is nou aan het spelen. Hij is aan het dollen. Dollen met Zwolle. Ja, letterlijk. Ja, letterlijk. Hij is letterlijk aan het dollen met Zwolle. Ja, kijk, die maak ik dan weer. Ja, die is beter. Ja, niveauverschil moet er zijn. Ja. Oh, zo, jongen, wat is dit dan? Goedemorgens. Goedemorgens, juffrouw Janni. Messi met zijn linker op de paal. Ja, paaltje. Zonde, die moeten dan net zit ingaan. Zit niet mee, hè? Nee. Het zit dan ook niet mee. Sinds ultra aanvallende rol, Bob zit veel beter in de wedstrijd. Ja. Hij doet het keur. Door het keur, het is een hele spannende pot. Is het nog? Ja, 20 minuten. Twee doelpunten verschil. Maar 20 laten we reëel zijn. Een doelpuntje zit er nog wel in. Maar gaat Roda er 2 weggeven? Ik zie het niet gebeuren, maar ja. Nee, ik ook niet. Je weet het nooit. Met 12 doelpunten in 3 potten zou je denken, het kan. Als iemand dus niet kan, is het Bob. Zeker. Hier bijvoorbeeld, dan gaat hij alweer. Ja, weet je, het zit er net overal tussen. Ongelooflijk. Die verdediging staat wel goed, hè? Natuurlijk, joh. Het blijft ook maar de hele tijd op dat druk zetten. Ja, wat is dat? Wat je dan doet, is dat je verdediging opschuift. Mm-hmm. Dus wat je dan krijgt, is... terwijl hier nog een hele grote kans is voor Roda. Ja, dat is een mogelijke rebound. Ja, hoor. Ja, ja. Dit is geen je ziet aan de reactie van Tom, zie je, dit wist hij. Ja. Je weet, als ik uit die hoek schiet, is er een kans dat hij die ringband meepakt. En het kopje dat hij nu heeft. Het kopje, tevreden blik. Ja, die voelt erbij hangen, dit is binnen. Ja, en nu lekker aan je doelpunt zal er werken. Ja hoor, en toch weer die 4 doelpunten. Ja. Hij heeft het toch weer binnen. Ja. Tegen grote spelers als Bob, en, toch die 4. Het gaat misschien wel 5 worden. Hoor dat de 5, dat kan dan niet. 5, ja, oh, ja. Nee joh, ja. Niet normaal. Ja. Ronaldinho, sorry. Ja, mooi goal. Ook wel heel veel ruimte meteen weggeven hoor. Ja Bob, goed, als je ultra aanvallend gaat spelen, dan neem je dat risico. Dan gaat dat balletje van jou net op de paal, ja goed. Maar dan is het nog wel heel vervelend dat je... Uiteindelijk nog 3 doelpunten. Ja, nu is het wel sluis open. Misschien zelfs zo de sluis open. Ja hoor, kom maar door. Wat een 6-1. Dit kan helemaal 6-1. Oh, die aanname. En, zag je dat? Tom is gewoon echt gefrustreerd gewoon. Ja. Hij was echt, terwijl je 5-1 voor staat tegen Bob van Uden. Jongens, wat een speler Tom. Misschien wel, nu ik dit zie, de grote titelkandidaat. Wordt het, ja, dan zit die Bob er voor het eerst goed tussen. Voor het eerst, ja. 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 Daar doen we hem tekort mee. Want ja, ik vind Bob, ja... Ja, Bob is een geweldige speler. Die laatste wat fase. Ik ook zeg, in de Weekend League thuis doet hij het geweldig. Maar het is zo anders. Thuis dat op is je het, kamer, dat in is je vertrouwde het, omgeving.
Met je controle die al net versleten is op de plekken waar je hem vaak gebruikt. Oh, is dat zo? Nou, het is toch zo bij PlayStation dat die stickies heel snel loslaten. Die worden een beetje sticky. Worden een beetje sticky worden. Beetje, ja, snap je. Sorry, dit was even een basse grapjes. Ja. Die kunnen we aftrepen ook weer. Ja, echt ermee. Nee, maar goed, wat je zegt is wel waar natuurlijk. Het is natuurlijk een heel andere sfeer, een hele andere ambiance. Ja. Om hier in zo'n studio te spelen dan thuis op je zolderkamer. En dat bij sommige spelers is het meer van de invloed dan bij anderen. Ja. En misschien bij Bob wat meer dan bij... ook natuurlijk een nieuwe gozer. Tom heeft het al een jaartje meegemaakt. Ja. Beetje een ijskonijn ook, die Bob. Hè? Geeft in het interview niet heel veel antwoorden. Viert niet heel uitgebreid doelpunten. Nee, nee, als je ze tegenkrijgt. Heeft ook een jasje aan. Nee. Terwijl het helemaal niet koud is in die studio. Nee, dat is nu het zegt. Ja. En een koptelefoontje op ook nog eens. Ja. Ik denk, zeg het maar even. Hij heeft ook zo'n thermodeken eronder. Oh, je hebt even gekeken? Ja. Oude viespeuk. Zo'n kruik met warm water voor zijn voeten. Lekker hoor. Nee, dat is allemaal onzin natuurlijk. Oh, maar goed, hey, het is de 90ste minuut, dus weet je... We mogen langzaam dit is gaan de denken stand, aan... We mogen langzaam vooruit gaan kijken. Dit zou wel beslist kunnen zijn, ja. Ik denk dat het over is. Ja, het gaat heel lastig worden voor Bob. Helemaal met 2 minuten blessuretijd. Maar dit gaat dit met de stand doen. Peck, die blijft op 4 punten steken. Mm. En die krijgt dan in één keer een negatief doelsaldo. Want die stond plus 3. Is dat zo? Nu 4 eraf. Dus dan hier... Ja, dat is toch even naast dat je de 3 punten misloopt. Ook heel vervelend voor je doelsaldo. Want daardoor zak je misschien zelfs nog in de ranglijsten. Omdat er andere mensen ook op 4 punten zou staan. Kunnen, met een beter doelpuntensaldo. Maar goed, Tom. En Roda, die had een doelpuntensaldo van plus 6. Die gaat naar plus 10. Oh, is 5-2? Ja, ja. Die gaat naar plus 9. Ja. En Bob let op een positief doelpuntensaldo staan. Namelijk 0. Ja. Ja. Oké, okay, nou dat is uiteindelijk dan... weet je? Dan kunnen we hetzelfde verhaaltje nog een keer doen. Maar dat heeft natuurlijk helemaal geen nut. Nee, we weten in ieder geval dat Tom bovenin zeker goede zaken doet. Want, Het is benieuwd. Ik ben benieuwd wat de concurrenten van Tom gaan doen. En ik denk dat hij daar zelf ook heel benieuwd naar is. Wij gaan het hem in ieder geval vragen tijdens de interviews. Ja, we staan hier naast Bob, de e-sporter van PEC Zwolle. Die zojuist is afgestraft door Tom Heijnen. Vertel. Ja, afgestraft kan je het wel noemen, ja. 5 goaltjes om de oren. 5 goaltjes, 5-2. Kansloos. Ja, echt hoor. Ook niet alleen de uitslag, maar ook in het spel. Ja, kwam er niet aan te passen. Alle tweede ballen waren voor Tom. En dan blijft hij lekker in de wedstrijd zitten en dan kom ik nooit terug in de wedstrijd. Is het denk je een incident of is het dat je echt denkt... Tom is zo ongelooflijk goed, daar kom ik nooit bij in de buurt? Of denk je, het is voor mezelf een ongelooflijk slechte wedstrijd, maar... Ja, ik probeer even de verhouding tussen jou en Tom te pakken. Ga je vaker van Tom verliezen als je vaker speelt? Ik denk achteraf gezien zou ik het heel anders aanpakken. Andere tactieken. Even die Ronaldinho van hem aanpakken, want die is een beetje te goed. Ronaldinho die kwam er vrij vaak en makkelijk doorheen. Ja, dat is, die staat altijd vrij. Die heeft een beetje een soort visie van zichzelf. Dat die staat altijd goed. Ja, we staan hier weer naast Tom Heijnen. En ik blijf het zeggen, klasse gedaan. En dit leek makkelijk. Ja, het ging inderdaad vrij makkelijk, ja. Ik had het moeilijker verwacht, ja. Ja, het is namelijk niet de eerste de beste. Het is Bob van PEC Zwolle, die ook gewoon op het WK heeft gespeeld. Dus je zou denken, dit wordt een hele opgave. Ja, ja, ik heb eigenlijk, eerlijk te zijn, wist ik het allemaal niet zo. Ik hoorde het pas achteraf, dus... Misschien beter ook. Ik denk dat beter voor mij is inderdaad. Om gewoon mijn eigen spel te spelen, niet nadenken wie er naast me zit. En gewoon, ik weet dat ik goed ben, dus we kijken wat erin zit, ja. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.